Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Ervaring dat ik meeneem straks weer, dat ik terug ga en dat ik klaar ben voor een basisplaats misschien wel bij Utrecht. En mijn eigen doel was gewoon zoveel mogelijk spelen en ontwikkelen. And to get this game rhythm back. Ja, gewoon ook meer volwassenen in het voetbal. Gewoon een betere Denzo komt terug naar Utrecht. Welkom bij de special over de Utrechtse huurlingen. In deze special gaan we de 7 spelers af die FC Utrecht dit seizoen heeft uitgeleend. Zo krijgen we vanuit Denemarken een update van Justin Lonwijk. Spraken we Jonas Arweiler na het duel tussen FC Utrecht en ADO Den Haag. En gaan we langs bij Leon Guara, Nick Venema, Denzo Casius en Mitchell van Rooyen om ze een aantal dilemma's voor te leggen. Maar eerst Vaclav Černý. Een week voordat we bij de huurling van FC Twente langs Gouden gaan, liep hij een ernstige knieblessure op, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. Een verschrikkelijke domper voor de aanvaller die zo goed in vorm was. Begin februari is Černý geopereerd en vanuit Utrecht wensen we hem heel veel sterkte bij zijn herstel. Voor de eerste huurling reizen we naar het zuiden van Nederland. Eenmaal aangekomen in de koel leggen we de huurling Leon Guara een aantal dilemma's voor. Voetbalwedstrijd kijken. Doelpunt. Hattrick. Avondwedstrijd. Positiespel. Muziek. Aanvoeren. De Haagwaard. first one, we kennen het al. Yeah. Leon Guara werd deze winter uitgeleend aan VVV Venlo. De Duitse verdediger kwam vanwege blessureleed in de eerste seizoenshelft niet veel aan spelen toe in het Utrechtse rood en wit. Bij de dilemma's kon hij zojuist vrij snel een keuze maken. De keuze om een huurling te worden ging niet over één nacht ijs. Yeah, of course, a little bit you sleep about it one or maybe 2 days, but at the end we are all footballers and the first half of the season was for me not perfect. I had bad injuries, were a long time out, so at the end of the day it was quite easy for me to make the step to get minutes to play and VVV Venlo gave me this opportunity, so here I am, yeah. Een bijkomend voordeel is dat de koel op een steenworp afstand ligt van het geboorteland van Guara. Yeah, it's really nice for me because I live right now in Düsseldorf, so it's not that far. It's good to see like also my family, especially in this difficult time. So it's really good for me to be back in Germany and to live there. Now, when we're recording this is the first week of February. You don't miss 1 minute in the Eredivisie. Yeah, in the Eredivisie not. I was not playing in the Baker Cup. I wasn't playing, but it was also quite tough for me because after such a long time you didn't play so much games or nearly nothing. You was injured, so the first weeks were tough, especially this January. It was like that we played on Wednesday, Sunday, a lot of English weeks, so it was a little bit tough, but now after 1 month, I can say getting game for game better and better, and I'm looking forward. Leon Guara heeft zich al snel als een betrouwbare kracht gemanifesteerd in de verdediging van VVV Venlo. Daarbij zitten de resultaten ook mee, waardoor de sfeer in de Limburgse selectie goed is. It was also a success for me because I was playing, and I think also for the team because I think when you ask different people like to say that we can get after the first 5 games that we win 4 games and 1 draw, I think nobody would believe it or would say that's impossible maybe. But we did a great job. We made it really good. So it's also for the team and for everybody else, the staff, and yeah, it's a really nice feeling then to win games, and that's why we play football for. And what do you expect from yourself?
what you have worked on this half year? Yeah, to get this game rhythm back. First thing, what I have to do, and yeah, help the team and help everybody around here. Jonas Arweiler maakt dit seizoen zijn minuten voor ADO Den Haag. In december nam de spits het met ADO op tegen FC Utrecht. Ja, altijd leuk om in de Ruigewaard te zijn. Zo is het mooi om weer terug te zijn. Ik weet niet echt wat ik moet voelen. Ik ben natuurlijk terug. Ik was blij om weer mijn oude teamgenoten te zien. Mooi om met de jongens te praten. Maar ja, nu gaat het om punten voor ADO. Daarom was ik vandaag hier. Arweiler woont nog altijd in Utrecht. Ja, ik ging vanochtend eerst naar Den Haag. Dan met de bus weer hier naar Utrecht. Nu rijd ik weer terug naar Den Haag en met de auto weer terug naar Utrecht. Ja. Jij kent de weg wel. Ja, ik ken de weg wel. Het is ook niet moeilijk. Je rijdt alleen maar rechtdoor. In Den Haag wil Arweiler zich verder ontwikkelen, zodat hij volgend seizoen klaar is om in het rood en wit in de Galgenwaard te spelen. Gewoon goed om ervaring op het hoogste niveau van Nederland te krijgen. Het is natuurlijk moeilijk omdat wij met ADO in een andere situatie zitten dan Utrecht. Maar ja, wij moeten gewoon vechten voor de punten en kijken dat wij de punten uiteindelijk ook pakken. Ja, vandaag niet gescoord, maar vanaf nu mag je weer heel veel scoren, oké? Ja, ik hoop het ook, ja. We blijven in het zuiden van het land. Van Venlo rijden we naar Breda om de volgende huurling te ondervragen. Voetbalwedstrijd kijken. Een doelpunt. Een hat-trick. Middag. Afronden. Muziek. Topscorer. Galgenwaard. De tweede ken ik niet eens, dus de Domtoren. Maar sowieso altijd de Domtoren. Nick Venema beproeft dit seizoen zijn geluk bij NAC Breda. De 21-jarige spits uit Austerlitz werd vorig seizoen ook al uitgeleend. Toen aan Almere City. Ook hem vroegen we wat nou moeilijker was. De voorgaande stellingen of de keuze om weer een huurling te worden? Ja, ik denk keuze om weer een huurling te worden. Want je wil natuurlijk... ik wil gewoon nu nog steeds slagen bij Utrecht. Dus dan is het wel lastig om weer de keuze te maken om uiteindelijk weer een jaartje ergens anders te gaan voetballen. Op een gegeven moment werd na de voorbereiding werd wel duidelijk dat ik... meer gewoon bij Jong zou gaan spelen. En toen heb ik gewoon een beetje gewacht en gekeken wat de opties waren. En ja, als er dan uiteindelijk een club als NAC komt, dan is dat wel echt gewoon een hele mooie stap om te maken. En uiteindelijk wel blij met de keuze. Haaien. Fiorini. Kan er nog een Bredaanse treffer bij? Ja! Venema. He opens his account. Na eerder trefzeker te zijn geweest in de keukenkampioen divisie voor Jong Utrecht en Almere City scoort hij ook voor NAC Breda. Ja, klopt. Dat is natuurlijk altijd lekker als je gewoon meteen in je eerste wedstrijd een doelpuntje meepakt. Ik moet zeggen, daarna ook nog wel, maar de laatste tijd wat minder. Maar dat komt ook meer omdat ik gewoon echt vanaf de buitenkant speel nu. Dus maar het is natuurlijk lekker als je ergens begint en meteen je goal mee kan pakken. Bij NAC speelt Venema, zoals hij zelf al zegt, vanaf de buitenkant en niet als een echte spits. In Breda krijgt hij de kans om zich meer te ontwikkelen als een allround aanvaller. Ja, hier spelen we eigenlijk heel anders dan bij Utrecht. Gewoon, hier is het heel erg mangericht en alles. Dus als buitenspeler loop je ook heel vaak gewoon, moet je heel veel verdedigen en zo. Dus ja, dan is het uiteindelijk ook lastiger om af en toe op tijd weer ook voorin te zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met dat ik weinig of minder doelpunten en assist heb. Is dat ook leerzaam juist? Ja, tuurlijk. Je moet het allebei kunnen, denk ik. Dus ik denk dat dit ook goed voor me is. Vooral, ik moest vooral ook verdedigend ontwikkelen, want dat is voor mij gaat dat af en toe nog te makkelijk. Dus ja, ik denk dat dat er ook gewoon bij hoort. En daar moet je uiteindelijk gewoon mee dealen. Ja, natuurlijk heb je wel gewoon doelen voor jezelf. Gewoon, natuurlijk met de club als NAC moet je gewoon om promotie spelen. Dus dat is sowieso één doel. En mijn eigen doel was gewoon zoveel mogelijk spelen en ontwikkelen. En hoe, je bent nu een half jaar bezig. Hoe kijk je daar op dit moment naar? Ja, wisselend. Ik heb wel heel veel gespeeld. Alleen mijn wedstrijden waren wisselend. Dus de ene week was het goed en dan was het weer een stuk minder. Dus ik moet gewoon wat constanter worden. Maar nu heb ik volgens mij 4 goals dit seizoen en 1 assist. Dus dat is, vind ik eigenlijk wel te weinig. Dus ik hoop dat ik dat tweede seizoen zelf nog omhoog kan krijgen.
Venema is niet alleen bezig met zijn eigen kunnen. Hij houdt FC Utrecht nog goed in de gaten. Ja, ik kijk nog steeds iedere wedstrijd gewoon van Utrecht. Zijn er dan nog jongens die je denkt van nou, die hebben me wel positief verrast? Tommy, Santiago. Hele stabiele indruk gewoon. Als ik één iemand moet noemen, dan Tommy vooral. Komt NAC weer, er is geen overtreding. Nou, Venema van Hooydonk, nu is bliksemafleider. Venema kan ook zijn goal mee pakken en zo wordt het 4-0. Nick Venema, ook hij heeft er eentje te pakken. Pilate geeft hem aan Immers. En Immers geeft hem aan Venema en dan zit hij erin. Van Hooydonk krijgt hem zomaar. Venema, is dit het moment voor Venema? Venema, ja, die weet wat score is hier. En hij scoort dus de 0-1. Er zijn nog een hoop wedstrijden voor de boeg. Dan kom je terug op Zuiderbalg in de zomer. Zien de mensen dan een hele andere Nick Venema? Ja, geen idee eigenlijk. Ik hoop gewoon dat ik natuurlijk gewoon wel weer wat wat meer ontwikkeld ben. En dat ik er volgend jaar gewoon klaar voor ben. Dat is uiteindelijk wat ik hoop. Op naar de volgende huurling om een aantal dilemma's voor te leggen. Deze verdediger bevindt zich sinds deze winter in een echt vissersdorp. Een potje FIFA. Doelpunt. Wereldgoal. Avondwedstrijd. Afronden. Met muziek. Topscorer. Galgenwaard. Voordendamse haven. Medio januari bereikt FC Utrecht en FC Volendam een overeenkomst over Denzo Casius. De verdediger wordt tot de zomer van 2022 uitgeleend aan de ploeg uit het vissersdorp. Bij Jong FC Utrecht was de concurrentie rond de rechtsbackpositie groot. De keuze voor Casius om een huurling te worden was dan ook niet moeilijk. Ik heb het wel een paar keer aangegeven bij mijn zaakwaarnemer, omdat ik zat natuurlijk elke wedstrijd op de bank bij Utrecht en ik wil gewoon voetballen. Dus ik heb het wel een paar keer aangegeven en toevallig kwam Volendam. Een week voordat het officieel werd gemaakt belde mijn zaakwaarnemer. Het heeft denk ik een week geduurd voordat alles rond was, dus snel gegaan toen. Anderhalf jaar gelijk, dat hoor je niet vaak. Nee, maar wel beter voor mij. Dan ga ik veel spelen. Ik moet hier wel eerst mijn plekje verdienen natuurlijk. De eerste twee wedstrijden stond ik wel aan de basis. Ik denk dat ik me wel goed heb laten zien. Dus dat nu gewoon volhouden en verder blijven ontwikkelen. Casius. Dat is een lepe bal en Kaars zorgt in ieder geval voor de 1-3. Het is een fraaie aanval en er is nog ruim een half uur te spelen. Goeie bal van Alex Plat en de basisdebutant Casius legt hem daar heerlijk neer. Was dat nou een kenmerkende actie van Casius? Ja, zo kan je het wel noemen, ja. Gewoon aanvallend en voor die pot gooien. Hoewel Casius zich helemaal op zijn plek lijkt te voelen in het shirt van Volendam, is zijn einddoel nog altijd de hoofdmacht van FC Utrecht. Ja, tuurlijk. Na anderhalf jaar moet ik gewoon weer terug bij Utrecht. En als ik anderhalf jaar hier goed heb gespeeld, hoop ik wel dat ik kan aansluiten bij één van Utrecht. Als ik hier anderhalf jaar ga spelen, dan denk ik wel dat ik dat niveau aan moet kunnen. Maar eerst nog even Volendam verkennen. Want de 18-jarige verdediger was er nog nooit in zijn vrije tijd geweest. Ik denk alleen voor uitwedstrijden bij Volendam. Voor de rest niks. Heb je het dorp hier al een beetje verkend? Ja, niet heel veel. Ik weet alleen dat achter het stadion zit een Dirk. En voor de rest heb ik nog niet veel gezien. Dus nog niet de toeristen uitgaan? Nee, nog niet. En dan, over anderhalf jaar, keert een hele andere Casius terug in Utrecht. Omdat ik volwassener ben. Ik woon gewoon nog thuis nu. En alles wordt gedaan door mijn moedertje. En ze zijn nu bezig met een woning hier, dus moet ik toch zelf allemaal dingen gaan doen. Dus ik denk zelfstandiger, volwassener en gewoon ook meer volwassener in het voetbal. Gewoon een betere Denzo komt terug naar Utrecht. En als je hier woont, dan de volgende keer over anderhalf jaar, dan kan jij hier iedereen een rondleiding in het dorp geven? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Ik ben helemaal gezetteld hier in mijn nieuwe appartement in Vibor. En vanaf het begin al goed gevoel en goed ontvangen door de jongens hier. En nu zijn we eindelijk begonnen, dus het gaat lekker. Na een reeks oefenwedstrijden speelde Justin Lonwijk op vrijdag 12 februari zijn eerste officiële wedstrijd voor het Deense Viborg FF. De ploeg van de Utrechtse huurling versterkte de koppositie door Frederica met 4-0 te verslaan.
ja, het beviel me wel. Want als we momenten hadden dat we konden voetballen, deden we dat ook. En kwam ik ook weer goed uit de verf. Dus ja, het beviel me wel eigenlijk. Ja, wat voor rol had jij in de ploeg? We spelen eigenlijk met een nummer 6 en twee nummers 8, zeg maar. En ik ben dan de meest aanvallende, maar ik moet ook gewoon terugkomen. Dus een beetje box-to-box spelen. En verder moet ik gewoon aanvallend heel veel inbrengen hebben en in het creëren van kansen. En verdedigen natuurlijk gewoon hard in duels en met kracht laten zien wie de sterkste is daar. Voordat Lonwijk besloot om in Denemarken aan de slag te gaan, had hij contact met zijn broer Nigel Lonwijk. De verdediger speelt sinds het najaar van 2019 voor de Wolverhampton Wanderers. Mijn broertje speelt gewoon veel PlayStation. En dan hebben we het over hoe het daar gaat en hoe het hier gaat en hoe ik hier ben binnengekomen. En sommige dingen denk ik wel van, je komt nieuw bij een club, hoe was dit bij jou? En dan zegt hij dat op en dan hebben we het gewoon leuk. Gewoon op een normale manier erop. Ja. Toen hij eenmaal in Viborg arriveerde, was het doel van de club al heel snel duidelijk. De enige optie is gewoon voor dit jaar dat ze promoveren. De hele stad leeft ook mee. Er hangen spandoeken. Gisteren heb ik nog even een klein rondje gemaakt in de stad. Hingen spandoeken en veel supporters zijn ermee bezig. Ook al mogen ze nu niet naar het stadion natuurlijk. Ja, je voelt gewoon gelijk de druk. Maar ook plezier om de beste te zijn in de league. En gewoon daar bovenaan te eindigen. Zodat je daarna beloond wordt met de promotie dan. En misschien is dat wel wat ik ook een beetje miste bij Jong FC Utrecht. Ja, je speelt om jezelf te ontwikkelen. En natuurlijk wil je ook winnen, maar er staat heel weinig op het spel als einddoel. Het is ook echt, het is geen jongensvoetbal, het is echt grote mannenvoetbal hier. Dus ik denk dat ik me daarin goed kan ontwikkelen. Ik wil ook heel belangrijk zijn en ik eis ook van mezelf dat er gewoon ook goals en assists uit gaan komen dit seizoen. Dat het gewoon duidelijk is dat ik hier goed half seizoen heb gehad en dat ik mijn steentje heb bijgedragen. En dat ik zelf ook veel sterker uitkom. De laatste stop op onze huurlingenroute ligt in Rotterdam. Ik ga toch voor een voetbalwedstrijd. Doelpunt. Hattrick heb ik nog nooit gehad, dus hattrick. Middag. Afronden. Muziek. Aanvoerder. Galgenhard. Domtoren. In juli 2020 werd het contract van Mitchell van Rooyen bij FC Utrecht opengebroken en verlengd. Vlak daarna besloten beide partijen voor een uitleenbeurt te gaan, waardoor de middenvelder dit seizoen in het shirt van Excelsior te zien is. Ja, het was wel een lastige keuze. Ik heb daar ook goed over nagedacht en met de juiste mensen om me heen over gepraat. Uiteindelijk heb ik dus een keuze zelf gemaakt en gekozen voor een heel jaar lang gewoon spelen bij Excelsior, fit blijven en hier minuten maken en ervaring opdoen, zodat ik volgend jaar terugkom en dan kan laten zien. Het is voor mij even een nieuwe ervaring. Ik kom in een andere omgeving. Ik leer nieuwe mensen kennen. Bij Utrecht ken ik iedereen. Ik voel me daar thuis en dat is eigenlijk mijn thuis. Zoudenballig, zijn thuis, moest hij deze zomer dus even achter zich laten. Je neemt gewoon afscheid met elkaar. Je zegt al die jongens even gedacht, wenst elkaar succes. Zij wensen mij succes. Tot ziens. Ja, tot ziens. Van, ja, uiteindelijk kom ik als het goed is wel weer terug. Dus je zegt elkaar gewoon gedag. En tuurlijk, dan, op een gegeven moment dan word je uit de groep gegooid, uit de groepschat, zeg maar. Maar dat is vrij logisch. Er worden allemaal ook tactische dingen misschien in besproken. En daar ben ik dan op dat moment even geen onderdeel van dit jaar. Nee, maar dan op 1 juli dan zeg je gelijk, gooi mij er weer in. Ja, dan zeg ik, gooi me er maar in. De poging en dan is het 2-0 voor Excelsior. Dat is een geweldige goal, zeg. Is het prachtige goal van Mitchell van Rooyen. Hier de bal met links. Vol uithaalt. Geweldig gedaan. Voor mij persoonlijk moet ik zeggen dat het wel heel lekker was. Want wat je zegt, de eerste helft van het seizoen ook even een kleine tegenslag gehad. Dus ik ben een paar weken even eruit geweest weer. Ja, dat is voor mij heel frustrerend en vervelend. Want ik ging hier natuurlijk naartoe om fit te blijven. Een heel jaar lang lekker minuten te maken. Kilometers te maken.
Ja, en dat je dan geblesseerd raakt, dat is dan, dan is dat even heel vervelend. Uiteindelijk moet ik dan ook gewoon mentaal sterk blijven. En ik ben ook meer op mezelf wel aangewezen. Verantwoordelijkheid nemen in krachtschema's, in alles buiten het veld ook. Om mijn lichaam zo goed mogelijk te verzorgen. Bij Utrecht heb je sommige apparatuur, dat hebben ze hier niet. Dat is vrij logisch, vind ik. Dus ja, je moet wel zelf de verantwoordelijkheid daar ook in nemen. En dat ben ik nu ook aan het leren. De eerste helft van het seizoen heb ik voor mij doen misschien iets te defensief gespeeld. Uiteindelijk ga je het ook analyseren en ga je jezelf reflecteren en dan kom je erachter dat het, ja, dat weet je zelf ook, is het gewoon ondermaats geweest de eerste seizoen zelf. Je weet dat je veel beter kan en dat ben ik ook nu, ben ik daarmee bezig de tweede seizoen zelf. En hoop ik dat ik dit team nog verder kan helpen, want we staan nu veel te laag voor waar we horen te staan. Van Rooyen heeft nog een aantal maanden om nog meer aan zichzelf te werken voordat hij terugkeert op zijn Zoudenballig. Nou ja, ik hoop dat ik wel kan laten zien dat ik ook volwassener ben geworden. Als mens, maar ook als voetballer. Dat ik dingen meer op ervaring ga doen die ik voorheen misschien nog niet deed. En dit is wel allemaal wat ik zeg, ervaring dat ik meeneem straks weer, dat ik terug ga. En dat ik klaar ben voor een basisplaats misschien wel bij Utrecht. Wij van FC Utrecht TV zijn inmiddels weer terug in Utrecht. Nu de huurlingen nog. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.